Thank you.
Yeah.
Extra.
Thank you.
Verbeelding, zo heet mijn essay. Het woord verbeelding, daar is iets eigenaardigs mee aan de hand in de Nederlandse taal. Het heeft namelijk twee zeer tegenstrijdige kanten. Het betekent aan de ene kant beeldvorming, dus een beeld van iets maken. Dat lijkt gewoon. Maar het betekent ook, en dat is een exclusiviteit in de Nederlandse taal, het betekent ook arrogantie, eigenwijsheid, verbeelding hebben. Wat verbeeld je je eigenlijk? En dat is eigenlijk heel curieus. Want de lage landen zijn al vanaf de middeleeuwen voortdurend geprezen in positieve zin vanwege hun rijke verbeelding. En dan dacht men natuurlijk in de eerste plaats aan de schilderkunst. Elke eeuw liet weer die pracht en die rijkheid van verbeelding zien. En daar hadden wij al zo'n goede grondvesting in de persoon van Jeroen Bos. Jeroen Bos, die al in zijn eigen tijd daarom geprezen werd. En dat werd eigenlijk vastgelegd door de beroemde Italiaanse Antwerpenaar Guicciardini, die een prachtig werk schreef in de tweede helft van de 16e eeuw over de Lage Landen en hoe bijzonder die wel waren, waarin Jeroen Bos een prominente plaats inneemt. Hij stelt dan samenvattend vast dat Jeroen Bos zo'n bijzonder iemand was wiens briljante en onuitputtelijke verbeeldingskracht wonderbaarlijke schepsels voortbracht. Waarom dan uitgerekend in Nederland ook die negatieve kant van verbeelding? Die kant van hoogmoed, van ijdelheid, van vanitas, van nogmaals, wat verbeeld je je wel? U weet allemaal hoe diep dat in onze cultuur zit. We rekenen elkaar nog steeds op verbeelding af. Als je als hoogwaardigheidsbekleder, als prominent in dit land, of het nu in de politiek is, het bedrijfsleven, de kunsten, als je verbeelding hebt, dan kun je het wel vergeten in Nederland. Want dan deug je niet. Dan moet je een kopje kleiner gemaakt worden. Het meest beroemde spreekwoord in Nederland is: als je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dan wordt het er afgehakt. En dat stellen wij vaak tevreden met elkaar vast. We passen dat recept graag op iedereen toe. En u weet ook dat onze hoogwaardigheidsbekleders zeer getraind zijn in gewoonheidsexercities. U heeft het beste succes als u bij de benoeming tot een hoge post, president, commissaris van een multinational, als u aantreedt voor het publiek voor de eerste keer, als u dat struikelend doet naar het podium toe, een verkeerde stropdas, uw haar in de war en stotterend uitbrengt dat u zich na veel aarzelen hebt laten overhalen deze moeilijke taak te aanvaarden. Op dat moment zie je dat er golven van warmte door het publiek zich bewegen, van sympathie, niet omdat wij zo'n aardig volk zijn, maar omdat iedereen dan kan denken, dat zou ik beter doen. En dan heb je het gewonnen als je dat voor elkaar krijgt. Wij rekenen onze helden, en die hebben we niet zoveel. Wij houden niet van helden, maar we hebben wel sporthelden en we hebben zeehelden. Maar ook die worden graag erg gekleineerd. Stel je voor dat ze verbeelding krijgen. Michiel de Ruiter, de grootste zeeheld misschien wel, wordt in Nederland onveranderlijk gepresenteerd als een kwajongen van zeer lage afkomst, met een blauw geruite kiel, die aan de lijnbaan liep, die alles deed met zijn gezonde verstand, geen geleerdheid, geen verwaandheid. Hij had eigenlijk niks geleerd. In de praktijk had hij zich zo ontwikkeld. En hij zat het liefst thuis de Bijbel te lezen met zijn vrouw. Die vechtpartijen, dat kwam er een beetje bij. Het liefst was hij thuis huisvader, beste vaar Michiel de Ruiter. Zo portretteren wij hem in Nederland. En het was opmerkelijk dat bij zijn 400-jarige geboortedag, nog niet zo lang geleden gevierd, een paar jaar geleden, prominent in de kranten kwam dat hij natuurlijk niet de held van Chatham kon heten. Want dat was zijn grootste daad, het doorvaren van die ketting op de Theems. Zeer brutaal, Nederlandse schepen, toen in oorlog met Engeland. Hij voer met zijn schip de keten bij Chatham door. Nou, mooi niet hoor. En dat werd prominent gebracht in de Nederlandse pers. Wij hadden ontdekt dat hij eigenlijk helemaal niet gewild had. Hij vond het veel te riskant. En omdat er een andere waaghals, een echte waaghals aan boord was, namelijk Cornelis de Wit, de broer van Cornelis de Wit, en die had een hogere rang en die had hem gedwongen om door die ketting heen te varen. En daar was hij zo ziek van geworden en beroerd dat hij naar zijn zieke hut was gegaan, Michiel de Ruiter, want hij wou er niets mee te maken hebben. Toen de
actie gelukt bleek te zijn, kwam hij hem vervolgens wel opeisen. Nou, dat werd breed uitgemeten bij zijn 400-jarige geboortedag. We houden met angst en vrees ons hart vast wat er in 2016 over Jeroen Bos onthuld zal worden. Om hem toch vooral maar klein te houden, zo'n man zou wel eens verbeelding kunnen krijgen. Eeuwen na dato. Dat is sterk aanwezig. U kent de classics in ons cabaret, waar hoogwaardigheidsbekleders worden afgerekend en geridiculiseerd. Toon Hermans, Wim Sonneveld, Wim Kan misschien nog het meest prominent. De integrale ministerraad werd afgemaakt op oudejaarsavond. Handen en met angst en beven zag men aankomen die dag dat de grote ridiculisering weer begon door Wim Kan. Eerst op de radio, later op de tv. En die angst was niet ingegeven door deze ministers omdat ze bang waren om afgemaakt te worden, maar omdat ze bang waren om niet afgemaakt te worden. Want zo is het ook nog eens in de Nederlandse samenleving. Als je niet geridiculiseerd wordt als hoogwaardigheidsbekleder, dan doe je er kennelijk niet toe. Dan ben je niet belangrijk genoeg. Dus het is ook een eer om op die wijze te grazen genomen te worden. We hebben een sterk egalitaire samenleving. We houden niet van hiërarchieën. Iedereen moet maar gewoon doen. Doe maar gewoon. Dat betekent niet dat wij ons gewoon vinden. Maar iedereen vindt dat iedereen even bijzonder is. En ook hoort te zijn. En laat niemand het in zijn hoofd halen om te denken dat hij meer bijzonder is dan een ander. En daardoor is in die samenleving van meet af aan zo egalitair, heeft in de middeleeuwen ook nauwelijks feodaliteit gekend, een enorme angst voor hoogmoed boven het maaiveld uitsteken. En dat neemt in onze tijd nog alleen maar toe. Iedereen wil tegenwoordig BN'er worden, iedereen wil miljonair worden. Alle televisiespelletjes in Nederland suggereren ook dat je dat binnen de kortste keren kunt worden. Er is wat ongeduld bij de kijkers, als het bij hen nog niet zo ver is. Je ziet allemaal schlemielen, net als jij, die zijn ineens beroemd, hebben onbekende talenten. Waarom is dat bij jou nog niet ontdekt? De postcode loterij kondigt aan dat er 50 keer meer kans op is om miljonair te worden dan ooit. Zal je er 49 keer niet bij zijn, dan zal het de 50ste toch een keer raak zijn. Dat gevoel is allemaal sterk aanwezig. En dat is ook populisme dat daaruit voortkomt. Dat heeft heel diepe wortels van verbeeld je maar niks, ga er maar niet boven staan. En dat is nu het punt. Waar komt nou die verbeelding vandaan als uitdrukking in de zin van arrogantie? Dat is al in de middeleeuwen is dat contact gemaakt. En u weet waar het op gebaseerd is. Die negatieve verbeelding die vertrekt bij het tweede gebod. Het tweede gebod, u kent dat, het is niet toegestaan om beelden te maken, om te verbeelden van het hogere. In allerlei culturen leeft dat nog voort. Dat heeft ook bij ons in het protestantisme sterk geleefd. De beeldenstorm, niet één beeldenstorm, maar voortdurend beeldenstormen. En daar is die gedachte, heeft post gevat. En die is in Nederland vervolgens verwerkelijkt, want daar komt het op neer. Daar is die gedachte begonnen en ontwikkeld van scheppen is voorbehouden aan God. Beelden maken is voorbehouden aan God. En als mensen dat doen, als leken dat doen, dan gaan ze zich, dat is hoogmoed, dan gaan ze zich dingen inbeelden. Dan worden ze slachtoffer van fantasie. En fantasie in het Middel-Nederlands, bestond dat woord ook al, is altijd negatief. Dat zijn menselijke inbeeldingen, gedirigeerd door de duivel, die je op dat punt dus ontregelt. De mens is sinds de zondeval ziek, zwak en misselijk geworden. Die heeft zich niet meer in de hand. Die wordt voortdurend door die duivel belaagd. En die duivel die plaatst ongezonde nieuwsgierigheid in die mens naar de schepping, terwijl die de schepping gewoon dient te begrijpen. Dat leggen de priesters ook uit. Nee, hij heeft ongezonde nieuwsgierigheid. Hij denkt dat hij dus ook andere dingen kan ontdekken. En hij gaat zich dingen verbeelden. Dat is een ontwikkeling die in de middeleeuwen contact maakt en die nou uitgerekend in die lage landen heel populair wordt. Wij krijgen al heel vroeg in de 14e eeuw, het eerste voorbeeld dat ik daarvan heb kunnen vinden, dat bij niemand minder dan Jan Rusbroek, de grote mysticus, de grote Brabantse mysticus, zoals u weet, bij Brussel zat hij daar, dat Jan van Rusbroek dus heel nadrukkelijk deze terminologie introduceert. Namelijk die brug van beelden maken is hoogmoed, is ongepaste nieuwsgierigheid, is duivelse fantasie. En daar krijg je verbeelding van. Dan word je verbeeld. Hij zegt het letterlijk op een gegeven moment, zegt hij ook, de mens raakt verbeeld. En dan bedoelt hij dus, de mens krijgt verbeelding. En hij gebruikt ook het tegenovergestelde. Want het tegenovergestelde, dus dan als deugd, is de mens is
onverbeeld van herten. En dat betekent dat hij geen verbeelding heeft, zich niks verbeeld, denkt dat hij heel nederig is en zijn eigen nederige staat ook weet te herkennen. Van verbeelding, verbeelding letterlijk, je beelden maken, komt volgens Rustboek verbeelding. De ene verbeelding leidt, als je niet oppast, tot de andere verbeelding. Sterker nog, de duivel zit daartussen, de duivel zit erachter, die probeert van je neiging tot gewoon verbeelden, om dat aan te grijpen en je tot verbeelding, tot hoogmoed, tot denken van jij kan de schepping ook aan, jij kan de schepping doorgronden door hem uit te beelden. En dan heb je verbeelding, dan ben je, volgens Rusbroek, ben je dan verbeeld. Het is de keerzijde en daarom slaat het in de Lage Landen zo sterk aan. Omdat hier een hele lange en diepe individuele traditie is. Dat komt uit de koopliedencultuur. De koopman die erop uitgaat, de ondernemer. Sterk individualisme. Het komt ook uit de theologie. Want wij hebben de moderne devotie hier gekend. En dat is de beweging van Geert Grote, van Thomas van Kempen. Vanuit de IJsselstreek, maar heeft zich over de hele Lage Landen uitgebreid. En die bepleitte ook dat individualisme. Maar dan in godsdienstige zin. Je moest als individu. Nu moest je zelf je weg naar God vinden. Je moest zelf de Bijbel leren lezen en interpreteren in de volkstaal. En die werd daartoe dan ook vertaald. En dat riep enorme argwaan op in Groningen. Want de mens, de leek, dacht dat hij zijn eigen heil kon regelen. Dat was wat die moderne devoten voorstelde. En dat was dus ook een heel sterk individualisme op die manier. En ze stichtten ook broederhuizen en zusterhuizen zonder door Rome erkende regel die dit gingen beproeven. En die dus inderdaad op deze wijze, maar dan juist zich proberen te wapenen tegen verbeelding door de nietigheid van het individu te erkennen. Alleen pakteerde dat met het individualisme, het wereldse individualisme van die kooplieden, waardoor dat individuele in Nederland een buitengewoon sterke basis heeft gekregen en nog steeds erg bepalend is voor onze cultuur. Nou, die negatieve kant van dat individualisme is die aanzet tot beelden maken in de zin van, ik weet ook net zo goed hoe het zit. Wie maakt mij wat? Dat maak ik wel uit. Ik begrijp het zelf wel. Daar ga ik over. Die houding die in onze moderne tijd eigenlijk allerlei negatieve kanten kent. Het is ook niet toevallig dat deze beweging van die moderne devoten in de Hanzenstreek is ontstaan. De Hanzenkooplieden, eerste plekken van welvaart, groot welbevinden in die streken. Dat heeft ook die behoefte opgeroepen aan een ander soortig van individualisme dat meer aan het geweten dacht en de verbeelding in de slechte zin ging bestrijden. Het is opmerkelijk, en ik sluit af, het is opmerkelijk dat Jeroen Bos die extreme verbeeldingskracht waarover hij beschikte en die hij ontwikkelde, inzette bij het schilderen van kwaad. Dat is heel opvallend om dat vast te stellen. Als die hel of vage vuur uitbeeldt, dan komt die verbeeldingskracht helemaal los. Dan zijn er geen grenzen, geen remmen. En dat is niet alleen wat wij nu vaststellen, maar dat is wat men in zijn tijd ook vaststelde. Die ongeremde verbeeldingskracht. Maar wij moeten erbij stilstaan dat hij dat doet bij de uitbeelding van kwaad. Hij doet het veel minder in zijn andere werk. En dat is niet toeval. Sommige mensen denken dat de tuin der lusten, die ook getuigt van een enorme verbeeldingskracht, dat positief is. Hè? Blijmoedig, van heerlijk genieten van het aards, van de aardse dingen. Al die leuke blote mensen die allemaal leuke blote dingen met elkaar doen. Hè? Dat lijkt een verheerlijking van heerlijk aards leven, maar die interpretatie houdt ook geen stand. Dit is ook de uitbeelding van een foute exploitatie van het paradijs. En niet het paradijs, maar de uitgang van het paradijs die leidt, het aardse paradijs, naar de aarde, naar de wereld. En die tuin der lusten is dus eigenlijk ook negatief. Een voorbeeld leert dat je op die wijze niet met de aarde moet omgaan, op die wijze te interpreteren. U ziet ook midden centraal uitgebeeld een uiltje dat heel veel betekenend kijkt. En heel veel betekenend kijkt naar de kant waar het toe gaat, namelijk naar hel en vage vuur. Dus ook die tuin der lusten, die enorme verbeeldingskracht, daar getuigt van iets negatiefs. Het kwaad. Daar laat je die verbeeldingskracht op los en bij het uitbeelden van positieve zaken of van andere zaken, daar demp je dat veel meer.
Het is een veelzeggende leuze geweest. Het verdacht maken van verbeelding. De argwaan tegenover verbeelding, die zo'n lange traditie heeft in de Nederlandse cultuur. Het is opmerkelijk dat de beroemde leuze uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, de verbeelding aan de macht, u herinnert zich dat nog, het stond op spandoeken, hè, het was de kreet waar men zich graag achter schaarde, weg met het starre gezag der ouderen, maar nu de verbeelding, de creativiteit aan de macht, dat een revolutionair elan had, maar met een volstrekt omgekeerde wereldeffect. Het was namelijk bliksemsnel ook weer verdwenen. Wij houden niet van wereldse verbeelding aan de macht. Verbeelding in Nederland is niet populair. En dat heeft een buitengewoon lange traditie. Van verbeelding krijg je verbeelding, hebben wij in Nederland geleerd. En daarom reserveerde Jeroen Bos zijn verbeeldingskracht voor de verbeelding van het kwaad.